Dat is het leukste van voetbal, Joey. Iedereen heeft zijn mening en iedereen loopt te zeiken. Ik loop te zeiken. Als je met Dick zit of met Wes, met de Wim. Ja, en dan komt Valentijn er nog bij. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat we de kijkers niet hoeven uit te leggen waar we zitten dit keer. Dat is wel te zien. Ja, dat is wel te zien, ja. Ja. Hoe gaat die? Ja, prima, jongen. Ja? Lekker wedstrijdje gehad gisteren? Ik heb veel wedstrijden gezien. Dus ik ben zelf nog naar een wedstrijd live gaan kijken. Oh, waar ben je geweest? Kortrijk RWDM. Krakertje? God, dat deed pijn aan mijn ogen, zo slecht was dat. Ja? Jeetje, was dat een slechte wedstrijd. Maar dat was sowieso kelderwedstrijd, weet je. Degradatie. Maar hoe kom je daar verzeild dan? Gewoon even leuk. Nee, ik word uitgenodigd door mensen. Ik ben een keer 3 maanden of 4 maanden was ik trainer van Kortrijk. Ja. En de mensen hadden me uitgenodigd. En want ik ging toen van Kortrijk, heb Anderlecht me weggehaald naar van Kortrijk naar Anderlecht. Okay. Dus ik ga overal kijken. Maar toen jij trainer was, hoeveel vrije dagen gaf jij je spelers meestal? Meestal? Ja, dat hangt van je programma af natuurlijk. Okay. Maar als er niet wordt gespeeld door de week? Dan als we zondag gespeeld hadden, was maandag loslopen en de spelers die niet hadden getraind, of gespeeld, sorry, die moesten dan trainen. Yes. En de anderen moesten loslopen en verzorging. Dat was een verplichting. En ja, dan kregen ze de dag erop, kregen ze meestal een dag vrij. Maar goed, dan is het dinsdag en dan woensdag, donderdag, vrijdag in principe gewoon trainen. Ja, ja, maar normaal was dinsdag dan 2 keer. Ja. Woensdag, donderdag. Ja, vrijdag had je dan of dode momenten of wat dan ook. Even een positiespelletje. En dan ga je dus. Maar normaal train je 7, 8 keer per week. Als je geen Europees voetbal had. Hè? Nee, precies. Want dat kan je niet doen natuurlijk. Maar wat vind jij er dan van dat de spelers van Ajax zelf het initiatief hebben genomen om te gaan trainen op de vrijdag? Vind je dat gek? Sommigen vinden dat logisch, ze hebben rust nodig en anderen denken echt van ja, waar gaat het nou om? Ja, rust is ook training. Ja. Maar als de spelers gaan zeggen ja, we moeten meer trainen, dan niet lekker willen trainen. Nee. Wat zegt dat dan, denk je? Ja, dat hebben ze dan met Stijn gedaan en dan doen ze met Johnny doen ze weer precies hetzelfde. Dus voor de trainer is het in mijn ogen dan een aflopende zaak. Ja. Maar wat bedoel je dan met Stijn hebben ze hetzelfde gedaan? Ik hoorde het gisteren toevallig op de radio toen terugkwam van Kortrijk dat ze getraind hadden. Maar ik weet niet of Johnny erbij was, dat de hulp... Ja, die waren er wel bij, de hele stad was. Ze waren gewoon dus op de club. Daarom. Ja. Dus, maar als je als groep zegt, of zijn het weer dezelfde die dat gezegd hebben, dat weet ik niet natuurlijk. Nee. Dus daar kan je er niks op zeggen. Maar voor de trainer is het niet leuk, vind ik. Maar jij denkt aflopende zaak, maar die maakt sowieso wel het seizoen af, toch? Lijkt mij. Goed. Ja, dus dat lijkt me wel normaal natuurlijk. Ja. Dat lijkt me, want dan komt die nieuwe gozer, komt zeker. Alex Groes. Ja, dus die zal ook wel zijn eigen mensen meenemen en noem maar op. Ja. Kijk, ik weet nog goed, Johnny kwam en iedereen, formidabel, we zijn weer Ajax, weet je. En nou loopt iedereen weer te zeiken. Maar dat is ook het leukste van voetbal natuurlijk. Solide overwinning toch op FC Utrecht? Ja, dat was leuk. Ik vond er niet zoveel aan, maar dat was echt... Kijk, ik strok zelf Utrecht, die ging constant, gingen ze... Heet dat? Van achter die mensen opjagen. En dan zie je, jezus, dan is het echt moeilijk mee. Ja. Maar Jan, nu hebben we het zeg maar maandagochtend. We zitten hier in België bij Jaco. Dus hebben we het eerst over Ajax Utrecht. Terwijl PSV Feyenoord een geweldige pot gehad gisteren. Toch? Ja, ik heb genoten. De spanning, alles gaf. Maar ik hoor net jou zeggen dat Peter vond er niks. Als je zag hoe slordig wij waren van achteruit. De kansen die wij, want dat was echt weggeven. Ja, dat is ongekend, vind ik. Dus ik relateer dat aan wat ik gewend ben van mijn ploeg. En als je ziet hoe wij de tweede helft uit de stadblokken komen, dat is verschrikkelijk. Die eerste 10 minuten was niet om aan te zien. Ja, maar ik ken hem wel begrijpen. Hij houdt van mooi voetbal. Ja. Maar er werd opgevangen. Als je de wedstrijd op zichzelf was intens. Er waren duels. Er was scoring, kans op de paal en noem maar op. Jiménez kreeg kransen. Dus ging op en neer.
En dan, ja, dan kan je er ook van genieten. Maar ik weet wel wat Peet houdt van voetballen. Hetzelfde met Alex Pastoor, die wil ook voetballen. Maar je ziet toch dat Alex aan het veranderen is, dat hij lange bal... Maar Peet wil altijd voetballen. Ja. Dus, maar goed, na zo'n dag, dan om nog steeds 10 punten, je bent nagenoeg kampioen. Is er dan, ja, dat doet hij natuurlijk expres dan ook, om dat zo te regelen. Ja, ik denk, of... Ja, dan lopen mensen ook te zeiken tegen hem, van ja, dan komt hij weer met geen goed voetbal. Ja. En dan, soms doet hij het wel misschien een keertje expres om dat te zeggen, dat hij weer die reactie krijgt. Maar het kan ook zijn naar je ploeg toe, hè, om ze scherp te houden. Ja. Kijk, dat, al moet ik zeggen, het voetbalvermogen gisteren met dat Veermannetje er niet was. Dat, de beste voetballer van de Eredivisie, toch, Veerman? Voetballend wel, ja. Okay. Dan legt er dan welke speler je, hoe je het bekijkt. Wat is zijn taak? Voetballen opbouwen is een van de beste, ja. Als je dan vraagt de beste voetballer, ja. Wie vind jij dan? Nou, ik vind Belen, vind ik op een fantastisch voetballer. Hartmannetje. Ja. Ja. Welle Reuter? Ja. Welle Reuter, ja, staat goed te keeper. Welle Reuter. Net een ander niveau. Ja. Dan weet ik dat Wim Rak reageerde. Die noemen we dan gelijk Calimero. Dus dat is wel leuk. En dat was, heet dat? Dingen erbij. Valentijn. Ja, dat was ja, was dat? Die zat gezellig naast je daar, voor het eerst volgens mij. Ja, ik wist niet dat het mocht. Nee, hoe bedoel je? Nee, normaal zit hij in een ander programma. Vandaag in Zuid. Ja. Ja. En normaal als je daar zit, mag je niet bij ons zitten. Nee. Maar ja, Valentijn, dat is natuurlijk wel de analist der analisten. Die heeft die luxe positie gewoon, hè? Ja. Maar goed, was wel leuk. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Het was echt spontaan. En dan die droge humor van Wim, ja, schitterend. Ja. Genoten dus. Oké. Maar dacht je nog, want ik bedoel, vroeg doelpunt van Tilman natuurlijk. En toen hoorde ik in het stadion 10, 10, 10, 10. Ja, dan krijg ik weer een nachtmerrie. Dat was oktober 2010. Ja, maar heet dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik had enorm schrik. Omdat ze hebben. Ik zag spelers lopen, ook tegen Groningen. Weet je wel, en tegen Roma, die echt tot aan hun limiet waren bij Feyenoord. Ja. Maar daar hebben ze zich als ploeg tegen PSV, na die vrije vroege goal, ja, hebben ze zich echt goed herpakt. Ja. Maar ja, ook moet ik zeggen, ik kon ook dat met 2-3-0 konden ze weglopen PSV met een paal, maar wij kregen ook nog een goede kans. Ja, maar jullie hebben Minte, dat is. Is dat dan nog steeds een blind paard, vind jij of niet? Nou, ik de laatste twee weken tegen Groningen en dan gisteren, ja, dan zeg ik, jezus, heb ik me een beetje vergist. Miskeken. Ja, wie zit er lekker in nu? Ja, hij, tegen Groningen maakte hij het verschil. Maar je komt ook tegen Groningen, had je het gewoon moeilijk. Weet je wel, je komt achter, geloof ik. Maar hij maakte, zou elke ballen, want die linksback van Groningen, die heeft goed geslapen, denk ik. Ja. Nee, maar dat is eigenlijk kapte. Dat doelpunt deed hij gewoon best netjes. Alhoewel het leek nog bijna fout te gaan. Of zag je dat niet zo? Ja. Dat godverdomme schiet die bal binnen. Want die Romalo die kwam nog aanlopen, weet je. Romalo, ja. Ja. Maar het was wel ook de verdedigers die zaten. Maakten wel. Hansco, die werd even door de beentjes gespeeld bij het eerste doelpunt. Ja, maar die stond vast. Ja. Kijk, als je vast staat, kan je niet meer weg. Normaal moet je op je voorvoeten staan. Dan ben je bewegelijker. Ja. Maar het was goed. Ik vind het toch een goeie, hoor, die Tilman. Shit. Ja. En die tik hem door de stokken heen. Ja. Maar hij staat vast, daar ben je verslagen. Nee. Kijk, we zijn al de laatste 3 jaar worden we verwend bij Feyenoord. Ja. Daar bedoel ik een beetje, Europa Cup finale tegen Roma. Je wordt kampioen. En nu zit je alweer in de finale voor de beker. Dus je speelt elk jaar, heb je al voor een prijs gespeeld. En ja, dat is heel lang geleden dat we dat gedaan hebben, moet ik zeggen. Feyenoord die doet het toch ook hartstikke goed? Ja, ik vind het wel, ja. Maar ja, maar iedereen, dat is het leukste van voetbal, Joey. Iedereen heeft zijn mening en iedereen loopt te zeiken. Ik loop te zeiken. Als je met Dick zit of met Wes, met de Wim. Ja, en dan komt Valentijn er nog bij. Ja, misschien komt hij wel vaker naast je zitten. Had je hem nog, want ik sprak hem gisteren nog in de perskamer. Hij zei dat jij hem nog even een stoot had gegeven. Ja, gek word ik van die gozer. Maar was dat dan buiten de uitzending om? Of ja, gewoon aan tafel? Ja, maar de dingen van Valentijn. Nee, kijk, ik weet van Valentijn.
Kijk. Oh, dat is koffiezetapparaat. Dat die. Dat. De schoonfamilie aandelen heeft bij, bij Feyenoord. Dat weet ik gewoon. Ja, dat vond hij leuk, hè, dat je dat erin gooide. Ja, gewoon een vale klootzakje. Maar dat is schoon, maar ja, dat maakt mij niet uit. Ik zei, nee, jij hebt aandelen. Nee, ik niet. Ja, ah, schitterend. Ja, het was een leuke uitzending. Misschien dat hij er vaker, dat hij er vaker komt te zitten. Maar hoe vond je trouwens dat de slot begon? Want Milambo die werd opgesteld aan de linkerkant. De jongens 18 jaar, denk je dan... Oh, is dat jouw telefoon? Ja, ja, dat zou wel. Okay. Maar wat dacht je toen? Denk je dan van ja, waarom stel je niet gewoon een buitenspeler? Nee, ik ben fan van Milanda. Ik als Sauwertje ben ik gek van. Ik heb van de week heb ik weer de jeugd gezien van Feyenoord tegen Bayern München. Ja. De ploeg van Persie. En de eerste helft werden we helemaal zoek gespeeld. Maar echt helemaal zoek. Maar de tweede helft speelden wij Bayern München zoek. En er zit echt. Zat er talentjes tussen. Weet je wel, en dat vind ik leuk. Als je dan ziet dat Slory, die deed niet mee. Sauer deed niet mee. Milan doet niet mee. En deed er 5-6 mee. En dan komen we 3-0 achter. En denk ik, die krijgen een pak slaag. Ja. En dan komen ze toch terug op 3-2. Maar er zitten echte talentjes bij hem. En Milando, ja. Eens de pech wat die jongen heeft, is dat ze maar elke positie kunnen neerzetten. Oh ja. Ik heb een achterspeler in het middenveld. Nu hebben ze aan de linkerkant dat hij moest steunen in het middenveld. Hey, maar over Bayern München gesproken. Er was gisteren ook een Duitse journalist die bij de persconferentie aan de slot vroeg. Wat het met hem doet dat hij op het lijstje staat van Bayern München om Tuchel op te volgen. Staat hier Peter Bos of? Nee. Staat aan het slot. Sorry? Staat aan het slot. Ja, staat aan het slot. Ja. Ja. Ja, nee, geen enkel antwoord wil ik daarop geven. Je verrast me er ook totaal mee. Maar laat het mooi zijn dat ik ergens op mijn lijstje sta. Wat denk jij? Is Slot een goeie voor Bayern München? Ja, als ze teruggaan naar het voetbal, wat nu helemaal weg is. Maar ik denk, wat ik lees, maar ik weet niet of dat doorgaat, is eigenlijk één hele grote favoriet. En? Dat is? Alonso. Oh ja, die staat ook op het lijstje. Ja. Goed. Maar als Slot weggaat trouwens, wie staat er? Meestal heb je al wel een naam die dan een beetje in de rondte zingt. Die ik had altijd, als Slot weg zou gaan, ja, dan ging ik voor Jansen. Maar dan gaan jullie ook voor, dan lees ik over Jansen. Pascal Jansen zat wel in de skybox in de arena. Die was er weer bij. Was je er weer? Die zat er weer, ja. Ja, zie je wel. Hoeft niks te zeggen. Nou, als je al 2-3 keer daar bent. Ja. Dan mag je, en die gozer van AZ gaat er ook naartoe. Die van Alex Kroes, ja, die nu directeur wordt. Ja. Dat had je nog niet aan gedacht. Nee, maar waarom... Dat had ik nog niet aan gedacht. Wat ben je een waardeloze gozer. Maar waarom denk je dat Pascal Jansen een goede trainer is voor Feyenoord dan? Nou, omdat je de manier wat we nu spelen, hij doet dat ook. Weet je wel? En dan hoef je in principe... Kijk, elke trainer heeft een ander idee. Maar Arne en Pascal, die hebben samen gewerkt volgens mij. Mm-hmm. Dus die hebben een beetje dezelfde idee. Ja, dus dat zie ik terug in het voetbal. Ja. Maar goed, we hadden dus Belen, die speelt goed. Als Trauner zometeen terugkomt, Trauner op het bankje, Belen blijft staan. Ja, ik zou niet weten waar hij hem nou eruit moet zetten. Nee. Geldt hetzelfde ook voor Wellenreuther nou? Kan je die nog op de bank zetten? Nou, normaal zeggen we niet, maar die vraag moet je niet aan mij stellen. Nee, jij bent een bijlandmannetje natuurlijk. Ik weet dat hij van Varkenoord komt. Ja. Nou, en die hebben mij altijd voorkeur. Maar als je dat wegdenkt, ja, dan kan jij dus dan niet... Dan krijgt hij het ook moeilijk, ja. Dan blijft... Maar ik denk dat niet weg. Ik zeg gewoon... Maar ik geloof dat Arne dat ook gezegd heeft. Ja. Dat hij zegt van... Bijlo komt terug, hij gaat gelijk weer spelen. Heb je ook City tegen United nog... Ik heb de beelden gezien. Dat was daarna PSV Feyenoord, volgens mij. Ik heb de beelden... Vannacht heb ik de beelden zitten kijken. Maar, je hebt hem niet helemaal kunnen kijken, denk ik. Nee, maar waren de hoogtepunten, toen ik terug was. Maar als je dan PSV Feyenoord, wat heel intens was, zegt iedereen, en misschien voetballend gezien niet het beste, vergelijk met City United, wat denk je dan? Zit dat dicht bij elkaar? Nee. Vind jij verwilderd? Nou, ik zag wel... Nee, ja, ik heb ook alleen hoogtepunten gezien. Vind ik ook niet. Maar hoe groot is dat verschil? Vooral dat wat ik zag, dat was... Hoe heet dat? BBC, weet ik veel hoe dat heet. Match of the Day? Ja, en dat tempo, dat was echt niet normaal. Doelpuntje van Rashford zat er lekker in? Niet, maar ik dacht, ja, ze gaan eindelijk pakken. Maar de laatste 10 minuten was het toch weer over en zwart. Ja. Maar ze speelden echt goed, allebei de ploegen trouwens, vond ik.
Hey, heb je gisteren eigenlijk ook atletiek nog gezien? Oh man, wel weer in de, maar niet normaal die meiden. Ja. Dat was echt alle vier trouwens hoor. Want dat meisje die derde liep, die ging ook hè, onze speer. Maar dan de Klaver die pakte al de eerste ronde ook 6 meter of weet ik veel. En dan die andere meiden ook nog. En dan de Femke, dat is echt niet normaal. Femke die maakt het even spannend nog leek het hè, bij die... Ja, maar ik heb het wel eens zitten lezen net. Ja, ze zeggen ik ga niet meer voor je uit. Voluit, ik ga wel de laatste. Ja. Dat was Amerikaans, weet ik veel. Ja. Nou, die kwam nog terug. Ik zei, wat is dat nou? Maar het leek er inderdaad op alsof ze inhield. Ja. Maar dat zei ze ook. Ik ga me niet meer kapot lopen. Dus wat ik lees in de kranten, weet je. Ja, maar dan ben je wel echt heel veel beter dan de rest. Goh, dat is echt niet normaal. Nee, niet te geloven, toch? Ja, maar dat heb ik ook met die lange afstand lopen, zo, weet je. Die 10 kilometer. Sivan Hassan. Ja, die is ook zo goed, joh. Ja. Nou, die had nu... Marathon vierde. Dat was de eerste keer dat ze die op podium stond. Ja, die bewaarde het voor de Spelen. Jezus man, die kan ook zo lopen. Eén ding nog, Jan, het Nederlands elftal. Er is een voorselectie is er natuurlijk bijgekomen. Quinten Timmer zit erbij, die is opgeroepen. Jerry Schouten zit er ook bij. Maar er zijn heel veel middenvelders, die zitten erbij nu. Als je eentje is afgevallen. Als je nou moet kiezen tussen Quinten Timmer en Jerry Schouten, wie kies je dan? Ja, dat moet je niet aan mij weten. Nee, dat weet ik. Maar... Volgens Valentijn is Jerry Schouten, die moet er nu gewoon bij in deze hoedanigheid. Die heeft Koeman absoluut overtuigd gisteren, zei hij. Ben je het daarmee eens? Ik ben het nooit eens met Valentijn. Valentijn, die kan 2 stenen met elkaar laten vechten. Nee, maar ik weet wel wat hij bedoelt. Maar weet je wat het is? Je kan hem dus ook, Schouten, kan je ook voor de opbouw bij de laatste 4 zetten, ja. Bij wijze van spreken. Dus ja, je hebt zo'n goede centrale verdedigers lopen. En dan ben ik benieuwd hoe Koeman gaat spelen. Gaat hij ook weer met 5 of 3 of hoe je het wil noemen, van achteren spelen? Nou, dan gaat die opbouw gaat al naar het middenveld toe, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus ja, maar je kan een hele andere voetballers. Ja, dan heb je al enig zicht op Nederlands elftal of hoe ver die kunnen komen op de EK? Ja, ik heb alleen maar schrik het scorend vermogen. Wij spreken nu over Brobby, maar wie wordt dan de tweede? Wie gaat er achter spelen? En noem maar op. Ik ga ervan uit dat ze met 5 man van achter zijn. Misschien 5-3-2 of 5-4-1. Echt dan hoe die gaat spelen. Maar je zegt eigenlijk wel op Brobby in de spits. Ja, Brobby, ja, wie moet je dan in zitten? Depay, Weghorst. De Pai die speelt heel weinig hoor. Ja, dat klopt. Nee, weet ik. Maar goed, die begint wel weer helemaal fit te raken. Nou, je hebt op het moment speelt Zirkzee. Zirkzee ook speelt nog. Ja. Enorm sterk. Is hij erbij? Ja, die zit ook in de voorbereiding. Ah, klasse. Ja, hij speelt ontzettend sterk, speelt hij. Jan, komende week nog mooie dingen op het programma. Ja, Ajax donderdag is de enige Nederlandse club. Ja, wat Feyenoord, die speelt geen Europees meer. Hè? Ik ben echt een klootzak aan het worden, zou ik. Wat die niet meer naartoe komen. Ik zal de douane bellen dat je niet meer over de grens mag komen. Maar goed, je belt nog morgen Champions League en overmorgen. Overmorgen en dan Ajax donderdag. Waar zit je studio weer dan ook? Nee. Dinsdag en woensdag. Ja, precies. Maar dan ga je dan wel heen ook? Of hoef je gewoon lekker... De studio, hè? Wel, studio, ja. Nee, ik heb met RTL 7... heet dat? Als het zo koud is, heb ik echt geen zin meer om buiten te staan. En, en meestal regent het altijd. En dan zei ik dan, dan sta ik dan, ik zei, laat mij maar binnen zitten. Ja. Ik mis wel Peet, want dan word ik lekker aan het ouwe hoeren. Of aan de Arnhem Slot. Oh ja, de laatste keer. Ja. Ja. Ja, hartstikke leuk. Maar anderhalf uur, een uur en 3 kwartier buiten staan. Moet je staan als je dan nog mag zitten. Ja, dat ze niet even een stoeltje voor je neerzetten. Ja, nou, dat doen ze wel, maar dit, nee, het is te koud. Nou Jan, ik denk dat we weer... dit keer zat er wel echt koffie in je kopje, want in de reacties hadden ze gezegd dat het leeg was. Je hebt het al gezegd? Ja, dat stond erin. Ja. Nou goed. Jan, bedankt weer. Graag gedaan, Joey.